800 motoren werden de twee vermoorde Hells Angels naar hun laatste rustplaats gebracht. Duizenden motorliefhebbers uit de hele wereld bewezen de laatste eer. De twee werden samen met nog twee andere vrienden vorige week in een seksclub in Haarlem vermoord. Het bekende geluid van de Harley-Davidson motoren klonk als een afscheidssymfonie over de Noorderbegraafplaats in Haarlem. Daar werden vanmiddag aspirant-lid Robert en Angel Facco bijgezet in het familiegraf van de Hells Angels. Het is altijd een triest gebeuren, ik zeg altijd maar zo. Het is altijd iemand zijn zoon, broer, geliefde, vader, noem maar op. En dan, dat is gewoon blijft een trieste zaak. De begrafenisstoet bestond uit zo'n 800 motoren. Deze ging over een traject van 10 kilometer naar het noorden van de stad. Langs de kant van de weg veel belangstellenden, want de Hells Angels hebben een goede naam in Haarlem. Het is niet echt iets van een bende of iets dergelijks. Nee, totaal niet. Je merkt er gewoon in principe niet van dat er wel eens Angels in Haarlem zijn. Echt niet. De politie had 30 man extra ingezet om de stoet te begeleiden. Omdat de Hells Angels zelf een ordendienst hebben, hoefde er geen mankracht achter de hand te worden gehouden. We gaan ervan uit dat het gaat om een begrafenis en niet om een ordeverstoring. Ja, het blijkt dat dat ook in dit geval aan de orde is. Het verloopt allemaal keurig en dat is precies volgens verwachting. De twee mannen die vandaag begraven werden, zijn vorige week vermoord. Hun dode lichamen werden aangetroffen in seksclub Esther. Bij de schietpartij kwamen in totaal 4 mannen om het leven. De politie wil nog geen uitspraken doen over de vorderingen van het onderzoek.